Goedenavond. Vanavond staan Sven en ik op de rode loper van het filmfestival van Gent. Het is de voorlaatste avond, maar de slotfilm is al voorgesteld. Die is Somewhere van Sofia Coppola. Een film die naar onze mening nergens naar leidt eigenlijk. Ja, Somewhere, de nieuwste van Sofia Coppola, is eigenlijk een beetje een teleurstelling geworden. En vooral omdat er misschien heel wat van verwacht mocht worden, omdat hij in Venetië de Gouden Leeuw heeft gewonnen. Maar Somewhere, het zijn deze keer echt niet zo'n interessante personages, die eigenlijk heel weinig evolutie doormaken. En ook deze keer waar dat Sofia Coppola in haar vorige films heel sterk mee uitblonk, met name haar subtiliteit, dat ontbreekt deze keer helemaal. Ze probeert er allemaal een beetje, het ligt er allemaal veel te dik op hoe eenzaam het personage is en hoe hij door zijn dochter loutering vindt. Maar het monster pakt niet meer, maar dat het bij Lost in Translation en Marie Antoinette nog wel pakt. Ja, Sven heeft in mijn mening, in mijn ogen, compleet gelijk. Ook ik was niet geëmotioneerd of geraakt door de film. Leidt nergens naartoe, weinig evolutie. Ja, en bovendien staat Sofia Coppola met deze film ook heel wat van haar scènes uit haar vorige films en dialogen en zelfs mopjes uit haar vorige films gewoon te recycleren, dat de film ook helemaal niet te goed komt. Maar genoeg over een film die we niet goed vonden en over naar de films die we wel goed vonden. Vandaag hebben we bijvoorbeeld Armadillo gezien, een hyperrealistische oorlogsdocumentaire die soms doet alsof hij een echte speelfilm is. Het is een beetje verwarrend op dat vlak, maar het kruipt echt onder je huid, het laat je niet los, het is echt misselijkmakend, erg en reëel op bepaalde momenten. Een fantastisch beeld, als je dat zo kunt zeggen, over de oorlog in Afghanistan. Ook vandaag gezien The Housemaid, een Koreaanse thriller die dit jaar in Cannes in première gegaan is. The Housemaid is blijft pulp, maar pulp van een heel hoog niveau. Met heel veel zwier en elegantie in beeld gebracht. Heel stijlvol. Dus top-notch eigenlijk. En wat hebben we nog goed gezien, Elke? Vandaag heb ik ook nog Little Rock gezien. Een film over twee Japanezen die in Amerika op reis zijn, op zoek naar Japanse oorlogsgedenkstekens. Maar ze spreken zeer weinig Engels. En de Lost in Translation die daardoor ontstaat, is eigenlijk zeer grappig en veel beter in beeld gebracht dan Sofia Coppola ooit zou kunnen. Ooit zou kunnen, daar ben ik ook wel niet mee eens. Ik ben persoonlijk maar toch. Gisteren heeft trouwens de Zweedse film Pure de Explore Zone Award gewonnen. En dat is een heel oprechte keuze. Pure, dat gaat over een... het speelt zich af in een Zweeds dorpje. Over een meisje die een beetje afkomstig is van een vrij marginaal milieu. En eigenlijk door op YouTube een clipje van Mozart beluistert. En daardoor eigenlijk in contact raakt eigenlijk met de high art. En het gaat... En daardoor wordt de film eigenlijk een beetje een contrast tussen zo de lagere klasse waar zij hoort en de high society, of de hogere klasse en de hogere cultuur. En zij valt dan voor de charmes van een getrouwde dirigent. En zij is bereid om in haar liefde heel ver te gaan. En we zullen afsluiten met een film die waarschijnlijk het publiek zal verdelen, Kaboom. Een ware horrorcomedie die sommigen geniaal vinden. In al zijn slechtheid misschien. En anderen een totaal waardeloze film die zelf het lachen niet waard is. Wat kunnen we zeggen? Het is een zeer absurd sci-fi verhaal. Maar als je door de opperste lagen heen kijkt, zal het je misschien wel bevallen. Wel ja, dat is juist net het geniaal of juist het onnozen aan Kaboom is het feit dat hij net die heel dunne lijn bewandelt tussen genialiteit en pure kwatsch. En ik vind dat die film eigenlijk op dat mooi koord eigenlijk 90 minuten overeind blijft. En daarom is het een film waar ik ook niks slecht over kan zeggen. Ik heb me daar toch 90 minuten mee geamuseerd, as long as it lasted. Maar het was niet echt een van de hoogvliegers van dit filmfestival. Dan rest mij enkel nog af te ronden. Ik ben bijna mijn stem aan het kwijtraken. Maar wij hopen hier volgend jaar terug de rode loper van het filmfestival van Gent te staan. En misschien zien we elkaar er al eerder terug op een volgend filmfestival. Kan bij voorkeur, als het kan.
doen.